Zover ik weet, zit het allemaal op zijn plek. Controle, onderring vastgezet, ja. Bouten vastgezet, ja. Rembouwkloot vastgezet, ja. Middenmoer vastgezet, nee. Gereedschap is mijn beste vriend, zeg ik wel eens. Ja, gaat goed. Zo, die zit vast. Niet goed. Niet goed vast, hè jongens. Zo. Ja, ik geef toe, dit is niet de manier, maar het moet vastzitten, hè. Altijd controleren. Je hoort nu de remschijf loszitten. Altijd controleren. Ja, doet hij goed. Nadenken. Zit vast. Zit vast. Ook vast. Ook vast. Ja, ja, ja. Ik heb dat ook gedaan. Dat is ook klaar. C-clip zit erin. Goed ingezet. Zo. Ik kom er wel achter dat de wielmoeren vaak te vast worden gezet. Dat vind ik niet zo... Dat hoeft voor mij helemaal niet zo vast. Ziet er gewoon netjes uit. Controle, geen speling meer. Geen speling meer. Ja, zelfs wel heel veel geen speling meer. Oh, dat is wel fijn. Zo. Die bewaar ik even, die gooi ik niet weg. Die kan mij nog van pas komen. Ja, hij is iets gezakt, dat weten we. Oh, blah.
Hey. Hallo. Op je deur op. Nou, daar was dan de wielaar vervangen. Klaar, ik ben klaar. Ja, spuug snel. Dat vind ik heel goed zo. En ik ga het zo even proefrijden. Ik ga ook opruimen. En dit is het einde, het laatste filmpje. Wielagen vervangen. Probeer het zelf maar. Zorg dat je wat gereedschap in huis hebt. Zorg dat je wat vulijzertjes en dat soort zaken in huis hebt. Daarmee kun je het lager op zijn plek drukken. En eventueel doppengereedschap. Maar je verneukt het ook vaak. Ik heb zelf in het verleden van dit soort vul- of pasbussen gemaakt op een draaibank. En die heb ik al heel lang in bezit. En ik geniet daar gewoon nog steeds van. Dus. En schroefdraad. Maar ja, dat kost niks, hè. Hey, bedankt tot zover. Tot ziens.